Ik kom uit Afghanistan. Dat is een mooie plaats. Maar door de oorlog wordt alles kapot. Daarom wij zitten altijd in de kelder. Helemaal beneden van de huis. Mijn papa zegt, ja, ga maar, ik wil alles goed voor jou. Mijn mama ook zegt, hou die goed. Pas op, niet jouw leven kapot maken. Probeer altijd goed blijven. Werken, studeren, alles goed doen. Ik wil een echte job hebben, echte werk. En op zijn jurmer. En op zijn jurmer. En als je graag is er wel. Maar ik had de eerste keer niet zitten. Maar het was niet veel. En ja, ik had een man die had een keer een scheep op de kamer kan ook al eens een ogen. Kippa. Kip. Kippa. Ja. Kippa. Maar ik vond het heel. Mustak perfect. En ook de dal, dan een rasjode de sol. Ja, niet in mijn hoofd, of wat eigenlijk minder dan ik leden. La vie, il faut savoir avancer. En restant dans ces PRS, vous n'avancerez pas. Donc voilà, avoir un boulot déjà, c'est important, c'est très important. Je fais quelque chose et je sens que je suis utile. Mais quand je reste ici, je suis utile pour moi-même. Donc ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine de s'asseoir, d'attendre au SMOE. À la fin du mois, de m'acheter un steak, de me mettre ici à table et de manger toute seule comme... Je ne sais pas. Goedemorgen. Morgen. Ik heb mijn assistent geweest en ik heb verteld ik wil werken. Als ze kan jullie iets doen voor mij. En die heeft mij gestuurd naar de velo voor de 6 maanden. Goedemorgen iedereen. Goedemorgen. Die er nu is op tijd, degenen die er niet zijn. Minstens 1 minuut te laat. Hè. Iedereen goed wakker? Deze is niet gemakkelijk, hè? De opleiding is eigenlijk de basistechnieken metaal. De cursisten, dat zijn leefloontrekkers van het OCMW van Leuven. Dus het OCMW van Leuven zorgt dat de mensen bij ons terechtkomen. Zij maken ook een selectie, kijken vooraf ja, wie heeft er interesse. De bedoeling van de opleiding is de mensen verder helpen. Zo snel mogelijk op eigen benen krijgen. Dat kan via werk zijn, dat kan via een opleiding zijn. Maar eigenlijk is de bedoeling om ze zo snel mogelijk naar een betere situatie te krijgen. En we moeten nu zien of de versnelling goed afgesteld is. Voilà. Het is niet goed, niemand, maar het is zeer goed. Ja? Heel goed. Heel goed. Nu geef ik de opleiding bouw. De basis van metsen, van vloeren, van webpleisteren, giplok plaatsen en afwerken. Je ziet die laatste steen hier. Je ziet de lagen, dat moet zo. Hè. Bouw is niet zomaar een steen leggen. Daar hoort ook heel veel voorbereiding, heel veel inzicht bij. Toch wel redelijk ingewikkelde materie. Veel opscheppen, niet te veel dat niet op de grond valt. Dat is de muur dat we gaan plakken, niet de vloer. Hè. Hop, vertijgen, niet te lang. Oké, zet jij nog eens van onder tot hier. Nee. Op dezelfde manier als dat ik voorgedaan heb. Als hij daar nog 2 weken op oefent, dan kan hij daar echt in werken, denk ik. Ja. De bedoeling van het project is eigenlijk om de mensen die een leeflang krijgen, een stuk zelfvertrouwen geven en ook een stuk geloof in eigen kunnen geven. Die mensen die krijgen gedurende 3 maanden Nederlands en wiskunde, maar alles een beetje toegespitst op de keuken, keukenterminologie en alles wat er in de keuken gebeurt. En dan volgen ze ook kokschool.
De bedoeling is dat ze binnen dit en een half jaar eigenlijk klaar zijn voor ja, ergens in een rusthuis of een ziekenhuis te kunnen gaan helpen. Kom, gaan koken. Oké. Okay. Welke groente zou deze zijn? Dat kennen jullie niet, hè? Nee, eerste keer, maar... De eerste keer, hè? Snap, nu weet het. Dit is raap. Raap, ja. Ja, raap. Die gaan we schillen. Schillen. Met onze dun schiller. Ja. En nadien gaan we daar een mooie brunoise ook van snijden. De leerkracht van Open School, Tinne, tijdens de kooklessen gaat zij mee in de keuken staan. Om echt taalcoaching op de vloer te geven. Wat is dat? Wat heb je vast? Wat is dat? Raap. 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 Ze moeten ook de producten veel gebruiken, dus het is belangrijk dat ze dat veel herhalen. Anders gaan ze het vergeten, hè. Dit is peer. Nee, geen peer, hè. Wat was het? Prei. 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 En wat is dat? Wat snijd je? Wat is dat? Nee, het is een ui. Een ui of een ajuin? Ajuin, ja. De opleiding die ik geef is huishoudhulp. Om mensen toe te leiden tot dienstencheck-sector. Op dit moment is dat nog steeds een knelpuntberoep. Wij proberen mensen techniek bij te brengen. Maar eigenlijk zit er in die opleiding zoveel meer. Hè. Omgaan met klanten, enorm veel taal. Maar eigenlijk ook wel zo van hoe leven de Belgische mensen. We gaan dadelijk naar de fietsschool, allemaal samen. Dat is een fietstest. Iedereen gaat heel even op een fiets zitten. Jullie krijgen daar een fiets, oké. Okay. Waarom gaan wij leren fietsen voor de mensen die dat niet kunnen? Ja. Je bent snel op je werk. Dus we moeten goed Nederlands leren. We moeten stipt op tijd leren komen. We gaan leren poetsen. We gaan leren strijken. We gaan van alles leren. En we gaan ook leren fietsen. Ja? Dat is allemaal in het kader ook van integratie. Hè? Daar zijn we eigenlijk ontzettend mee bezig. Van pas de mensen aan dat die eigenlijk op gelijk niveau komen. Wie kan mij helpen? Hoe voelt het? Niet goed. Goed? Nee. Goed. Nee, ik kan niet rijden. Nee, je kan niet rijden. Ik heb hulp nodig. Ja, maar je hebt je voeten, hè? Ja. Zo. Probeer. Ja, zo. Tuurlijk. Dat is stap 1. Je moet nu evenwicht. Evenwicht proberen te bewaren. Gewoon zo. Die eerste stapjes, dus gelijk leren lopen, hè? De groep die we nu hebben is er een waar absoluut talenten in zitten. Mensen met heel veel mogelijkheden. Er zitten mensen bij met een bachelordiploma. Er zitten mensen bij die in een winkeltje gewerkt hebben. Ook mensen die ooit in het leger geweest zijn. Allee, het is heel divers. Mensen met heel zware verhalen. Mensen met traumatische ervaringen ook. Maar wat ze allemaal meebrengen, dat is hoop dat wij hen verder gaan kunnen helpen. De groep is eigenlijk een beetje 50-50, autochtonen en allochtonen. De autochtone groep zijn allemaal Leuvenaars en ook allemaal jonge mensen rond de 20. Het is pauze. De meesten hebben hun school niet helemaal afgemaakt. Dat soort geschiedenis hebben ze allemaal wel wat. En ik ervaar dat ook, dat die echt daar willen aan werken, dat die echt hun, deze kans die ze nu krijgen, serieus nemen, dat ze daar willen op verder bouwen. We hebben gewoon een beetje te veel foute keuzes gemaakt. Daarmee een beetje opnieuw beginnen. Ik heb altijd wel spijt gehad dat ik mijn diploma niet heb gehaald. Ik heb ook spijt dat ik gestopt ben in school. Van eigenlijk van de eerste dag, want dat was plezant. En ja, als je zo niet meer bezig staat, dan weet je toch wat je mist. Hè. Dus. Dat is waar. Ja. We hopen dan wel rap aan vast werk raken. Het is niet zo gemakkelijk om tegenwoordig werk te vinden. OCMW vraagt ook aan ons, volg dat goed op en communiceer dat. Als er een probleem, het minste probleem is, communiceer het. Die worden ook gesanctioneerd of aangesproken als het niet goed loopt. OCMW investeert daarin, die willen daar ook iets uithalen. Dus je hebt wel wat lessen gemist en dat wil ik toch ook met Kim afspreken.
Wij kunnen maar een stageplaats aan jou geven als je stipt aanwezig bent. Kom ik op tijd, vind ik het adres. Ja? Ja. Ben ik vriendelijk met de klanten? Ja. Ja? Doe ik mijn werk goed? Ga ik niet te vroeg weg? Ja? Al dat soort dingen worden dan getest. Ik wil nog één ding zeggen rond kledij. Ja. Daar hadden wij afspraken. Mm-hmm. Welke afspraken? Ik doe alles zo. Ja? Ja, van daarmee. Erin? Ja. Ja. Alles in, maar niet zo, niet los. Ja, zo. En dat heeft ook dus wel met de veiligheid ja. te maken. Ja, ik heb gedaan, ik heb dat gedaan, ja. Met de hoofddoek wordt er eigenlijk gevraagd, kan er een klein sjaaltje aangedaan worden? De haren mogen bedekt worden, daar hebben we geen enkel probleem mee. En met de lange rok vragen wij eigenlijk iets onder de knie en daaronder een lange broek. Op dat moment zijn we niet meer religie bezig. Jij wil graag werken? Ja. Ja? En hoeveel time denk jij om te starten? Half time. Half time om te starten. Ja, maar wij verwachten ook dat na een tijdje niet meer door CMW moet blijven steunen. Het is niet de bedoeling dat de mensen van nu tot het einde der dagen leefloon krijgen van het OCMW. Twaalf weken zijn we verder en dit is hun laatste les. En volgende maand gaan ze op stage. Dan moeten ze dus 180 uur stage lopen. In een ziekenhuis of in een rusthuis. Sommigen gaan zelfs naar een echt restaurant. Dat is voor hun een grote stap vooruit. Een hele grote stap. Iemand gaat zelfs naar een hotel. Madeleine gaat naar een hotel. Ja, die gaat stage doen in een hotel. Je suis de stage menor. Zeer goed. Trois semaines à l'hôtel de Pastoret. Ça me plaît beaucoup. Je gaat heel veel informatie krijgen vandaag, maar de bedoeling dat je rustig aandoet. Hè? Ja. En je gaat zien, binnen een maand ben je experte in ontbijten. Zo, dit is Madeleine. Quand je sors travailler, je rencontre beaucoup de gens, je fais connaissance avec les gens. Comme ce matin, j'étais aux anges, j'ai parlé avec les gens. Et quand les gens me disent bonjour, je me sens trop bien. Elle a bien fait hein, ce matin. C'est son premier jour, alors c'est toujours difficile. Voilà, elle est très excitée, hein, mais elle est très contente. Ça va, ça s'est bien passé. Un petit hôtel familial, alors tu fais partie de la famille maintenant. Oh, c'est gentil. Ok. Alors, voilà. Je suis touchée. Merci beaucoup. Merci. Je vais te donner le clé de l'hôtel. Ah, je suis propriétaire d'un hôtel, youpi. Merci beaucoup. Voilà, garde bien le clé. Hein, oui, oui, absolument. Il faut que... Je vous promets de bien de la garde. Merci. Ok. Via een stage is Warsama eigenlijk vrij snel in de opleiding al aan vast werk geraakt. Dan laten wij ze nog niet zomaar los. Hè. Dan zorgen wij ook dat alles in orde is, want vaak komen er wel wat papierenwerk bij te passen en zo. En ook nadien blijven wij contact houden om te zien of alles naar wens verloopt. Dat is werk dat onze trajectbegeleiders op zich nemen. Verleden week had jij een stage, maar vanaf volgende week gaan ze je een interimcontract geven. Oké. Ja. En dan krijg je wel betaald, hè. Maar daarvoor moet je je inschrijven bij het interimkantoor. Ken je dat, een interimkantoor? Nee, ik weet het niet. Ja. Het interimkantoor regelt alle contracten en loon voor het bedrijf. Heb jij je? Dat is super. Je suis heureux et tout ce que je cherche, c'est ça. C'est-à-dire être payé, être normal, être comme tous les gens, dépenser aussi, acheter ce que tu veux aussi. Parce qu'avec CPAS, c'est pas... voilà, il faut faire des économies, il faut faire attention. Dat is ons doel, hè, om jou te helpen naar werk. En als jij blij bent, zijn wij ook blij. Hè? Ja, dat is de kans.
denk dat mensen zoals Warsama veel ellende hebben meegemaakt en gezien hebben. En dat die echt wel bereid zijn tot het vechten voor hun betere toekomst. Hallo, goedemorgen. Ondertussen zijn we bijna 2 weken verder en wij zijn ongelooflijk tevreden. Eigenlijk heb ik goed nieuws voor iedereen. Ja? Ja. Dus het is bijna een goed nieuws show. Ik denk dat er voor iedereen ofwel een job, ofwel een vervolgtraject is. Mimi, goede stage gedaan. En het bureau Adico zegt dat ze jou 13 januari willen zien. En dat je eigenlijk mag komen solliciteren. Oké, okay, dus, dank je. Proficiat. Kiki, proficiat. Jij kan starten bij Puur. 26 januari. Goed gedaan. Zo snel kan het gaan. Er zijn hier mensen die binnen de 4 maanden aan het werk zijn. En de meeste mensen zijn binnen de 5 of de 6 maanden aan het werk. Ik vind dat elke keer heel, heel leuk om te zien wat je op 4, 5 maanden kunt bereiken met een groep. En ik zie ook een geweldige dankbaarheid bij hun. Dat is een ongelooflijk moment. Mag ik u kussen? Ja. Ja? Soms moeten zij aan mij vragen, als ze het al getekend hebben, ben ik in contract. Dus zover gaat dat, hè, de verwondering. Hè? En dat ik zeg van, ja, dat is uw eerste contract in België en nu staan u. Sta nu.